Dit is dus heel speciaal, mensen. Hier achter mij staat het Honda motorblok van de Toro Rosso STR 13 achter mij. Van 2018, van vorig jaar dus. Nou, jullie weten allemaal, Formule 1, alles is super geheim. Als je in de pitstraat of paddock kijkt, er kunnen nauwelijks foto's gemaakt worden of camera's bij de achterkant van de auto. En hier staat het motorblok dus gewoon voor ons allemaal te kijken. En dat is super bijzonder, dus ik ga wat dingen daarvan laten zien. Dit is de RA618H. De H staat voor hybrid, dus laten we kijken. Het is een V6 motor met 1,5 liter inhoud. Dat is verplicht, hè? Geen enkele andere motor mag een andere inhoud hebben. En voor de mensen die niet weten wat een V6 motor is, dat kan ik hier goed laten zien. Want hier zie je de V-vorm, die zie je hier mooi zitten. Elke kant heeft dus 3 cilinders en dat zie je hier goed, want hier die zwarte dopjes die je ziet, dat zijn de bobines en die, daarachter zit de bougie. Dus daar worden de vonken gemaakt, want het is een explosiemotor en een explosie vindt hier plaats met een vonk. Wat heel bijzonder is, is dat je ook kan zien, is de uitlaat. Dat is die grote koker met het kruis erin. En links en rechts daarvan, die twee kleine pijpjes, zijn wastepipes. En die zijn van de turbo. En de turbo, die zit daar dus achter. Dat is dat grote ronde zwarte ding wat je hier zo ziet. Dat is een immens ding. Een turbo die zorgt voor druk, dat de lucht onder druk in de motor gebracht wordt. En daardoor gaat de auto betere prestaties leveren. En dat was een heel kwetsbaar punt voor Honda. We herinneren ons allemaal nog wel een scheldende Alonso en een veel stillere Stoffel van Doornen. Omdat hun Honda-motor in de McLaren stuk ging. Dat had te maken met de turbo. En dat is allemaal veranderd met deze motor. Want vorig jaar is Red Bull, hè, onder de leiding van Helmut Marko, initiatief van hem, zijn ze dus een verbintenis aangegaan met Honda voor Toro Rosso. En eigenlijk was dat dus een testjaar voor Red Bull, om te kijken of Honda ook echt een motorpartner voor hun zou kunnen worden. Nou, het bleek dus een heel succesvol jaar. Een jaar waarin heel veel getest werd ook. Met het Toro Rosso team. En dat werpt zijn vruchten af nu voor 2019. En hopelijk ook voor 2020 voor onze Max Verstappen. En wat was nou het probleem? Wat ik gelezen heb tenminste. Ik ben niet heel erg technisch. Maar wat ik weet was het probleem zat in de turbo. En dat zag je ook altijd als die motor van Alonso kapot ging. Dan zag je altijd een hoop witte rook. En als er witte rook is, is het bijna altijd de turbo die opgeblazen is. Dan moet je bedenken dat zo'n turbo 125.000 toeren per minuut maakt. Dus 125.000 keer per minuut draait de propeller die in die turbo zit, daar zitten er twee, draait die rond. Dat is extreem veel. Daar komt dus heel veel wrijving bij kijken. Ja, en als dat kapot gaat, dan gaat dus alles kapot. En dan kun je dus niet meer rijden. En wat hebben ze nou gedaan bij Honda? Ze hebben hun filosofie veranderd. Want in het begin, toen ze de Formule 1 inkwamen, in 2015, dan hebben ze echt helemaal zelf aan de hand van de reglementen een heel eigen motorconcept bedacht. Maar dat werkte dus niet, met name bij de turbo. Dan kijk je bij de buren. Want beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. En zo kwamen ze dus op het idee van, of hebben ze het idee overgenomen van Mercedes om de turbo in twee delen te maken. Het voorste deel zie je, of het achterste deel, zo moet je eigenlijk zeggen, zie je dus hier. En in dus die, de V van de V6 loopt dus een as en die loopt dan naar achteren. En het tweede deel van de turbo zit vermoedelijk, want ja, ik kan dat niet zien, maar achter dat carbon deel, wat je hier ziet, dat rechthoekige deel, zit het tweede deel. En die opsplitsing van die turbo, met dat dus het asje wat er dus in die V ligt, vraag me niet waarom, maar dat bleek dus de oplossing te zijn, want de Honda motor is dus gewoon veel en veel betrouwbaarder geworden. We zien niet zoveel witte rook meer en dat is gewoon een heel goed teken. Nou, wat ook leuk is om te zien is, je ziet hier het uitlaatspruitstuk. En dan zie je al die gebobbelde folie eromheen zitten. Dat is een hitteschild, om te voorkomen dat alles wat er omheen zit en in de buurt zit heel erg heet wordt. Dus kleine inkijk in de hondenmotor. Het is echt super bijzonder dat we dit zo kunnen zien. Ik denk dat je dat nergens anders ter wereld zo kan zien. Ik geloof niet dat Mercedes en Ferrari hun blokken zo exploseren. Niet dat ik weet in ieder geval.